Doe maar. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja, wij gaan vliegen vanavond. Vliegen? Ja, jullie zullen wel denken, wat is dat dan weer? Vlieg uit. Ja, daar ga ik over hebben. Uitvliegen als een vogel, hè. De lucht in. Vrij zijn als een vogel. Ja, weet je nog dat vorige keer Marjolein hier was? Ja. En dat ik nog vertelde over dat ze zei, je moet niet in die pop blijven, hè, van een vlinder, in die kokon. Je moet eruit vliegen. Hè, want sommige mensen zijn zo gewend in hun omstandigheden om daar alsmaar op te kijken. En daar alsmaar, ja, daaraan te denken steeds, terwijl de Heer iets anders voor ze heeft. Dus we moeten leren om eruit te vliegen. Want weet je, het is zo lekker in het nestje, hè? En lekker warm en je wordt verzorgd. Ach, en je hebt moeilijk. Ja, natuurlijk hebben mensen soms heel erg moeilijk. Ze hebben dingen meegemaakt, kom je er ook maar niet zo uit. Maar de Heer, die geeft hun altijd mensen op hun weg die hun helpt en troost en bemoedigt. En hij geeft een douw in de rug. Maar je moet zelf uit die put gaan. Dat moet je zelf doen. Dat valt niet altijd mee. Soms zeggen mensen van, ik heb zoveel meegemaakt. Dan hebben ze eigenlijk geen zin om andere dingen nog bij te doen. Ook niet voor de Heer. Dan denken ze, ja, dan moet ik in geloof uitstappen. En dan moet ik dingen doen voor de Heer. En ik moet het veranderen. Het oude is voorbij gegaan, nieuw is gekomen, maar sommige mensen hebben daar moeite mee. Dat gaat niet zomaar. Want kijk, zolang je makkelijk hebt en je hebt niks en geen strijd, dan wil het nog wel. Maar zodra er een strijd komt, dan blijven ze eigenlijk in de kokon, in de put, en wil ze er niet meer uit. En ja, en dan moet je jezelf aanpakken om daaruit te vliegen. De Heer geeft een douw in de rug, maar dat moet jij zelf doen, hè? Ja, want de duivel die strooit zand in je ogen. Zodat je alleen maar je problemen ziet en niets anders. En de dingen van God niet. De goede dingen en de liefdevolle dingen en de kracht van de Heer en dat hij macht heeft, dat ziet hij dan niet. Dus het wordt tijd om uit te vliegen. Zoals Marjolein dat ook de vorige keer zei. Ik vond dat zo mooi, dat verhaal van die vlinder. Het sprak mij zo aan. Ik denk, nou, daar ga ik toch wel verder op borduren. Ja, daar wil ik toch wel verder iets aan, verder op uitbreiden. Kijk, je hebt kinderen die lang baby blijven. Hè? En soms kijk ik wel eens naar kinderen en denk, ja, die wordt gewoon volwassen. Want die is ondernemend en die wil niet bij de speen blijven van mama. En andere kinderen, die zijn dan al wat ouder, maar die blijven baby. Die vinden het al heerlijk. Die denken, nee hoor, dan blijft mama, bij papa, lekker zweetje, melkje, melkje. He, weet je wel zo. Maar je hebt ook kinderen, kijk maar naar Leonie. Nou, eerlijk waar, kijk, verbaasd van op. Ze springt en ze doet en, nou, het is echt baby af hoor. Het is echt zelfstandig hoor. En ik moet denken aan een nest met jonge vogels. Een nest met jonge vogels, wat gebeurde? Dan komt papa vogel en mama vogel. Ja, het klinkt een beetje kinderachtig wat ik vertel, maar het is even een voorbeeld. Hè? En die geven wormpjes. En die denken, hè, heerlijk, in mijn warme nest lig ik dan. Lekker wormpjes mag ik nemen. En dat wordt lekker verwend. Hè? En de vader en moeder er tegenaan, lekker warm. Hoeft nog niks zelf te doen. Maar op een gegeven moment, dan haalt de moeder of vader hun uit de nest. En weet je dat ik dat een keer heb gezien in een boom, achter in de tuin? Dat heb ik echt een keer meegemaakt. Vond het zo mooi om te zien. Er was een nest. Ik weet niet meer wat voor vogel dat was. Vinken geloof ik. Ik weet niet meer. Maar er waren wel aardig grote vogels, hè.
En in één keer komt er een jonkje aan. Fladder. En dan ging hij naar de grond. En dat wilde niet. En je moeder erachteraan. En ik geloof dat de vader nog bij die andere is in de nest. Maar dan komt er één klein vogeltje met de moeder. En nou, die helpt dat jonkje dan te vliegen. En in één keer, nou ja, dan zakt hij op de grond. En dan wil hij weer omhoog, probeert hij dan. Dan gaat hij weer op een takje en nog op een takje. En zo leert hij dat. En op den duur blijft hij in de lucht. Dan gaat hij niet meer terug. Nou, dan is hij eruit uit die nest. Dan mag hij zelf zijn voedsel halen. Zo ver kwam hij dan. En dat is met ons net zo. Als je dan elke keer daar in de put blijft, of in die cocon, net als die vlinder. Hè, je moet er een keer uit. Je moet eens een keer aan andere stappen ondernemen. Andere stappen. Weet je, nou heb ik even over spinnen. Nou, je zult wel denken. Ja. Er zijn mensen die zijn bang voor spinnen, hè? Ja. Oh, wat zijn ze toch bang? Het is een heel goed beestje. Ja, weet je, dat zijn nuttige beestjes. Nou, dat kan. Maar mij mag het de wereld uit. Spinnen zijn opruimers. Klopt. Ja. Een map ongedierte op. Ja, dit zijn opruimerspinnen. Ik dood ze nooit. Ik gooi ze gewoon naar buiten of op een krant of ik pak bij de poot en dan leg ik ze buiten. Want spinnen zijn echte opruimers. Die eten insecten en zeg maar muggen en vliegen. Nou, dat ruimt lekker op in huis. En dan moet ik zo denken aan de gemeente. Ja, hier zijn ook opruimers. Ja, we ruimen de boel altijd op na die tijd. Hè? Na de dienst, dan beginnen Herma met de gordijnen. En ze zijn allemaal zo stil. En weet je, opruimers zijn ook vaak stil. Ze gaan gewoon hun gang, je merkt ze niet. En dan later denk je, ah, ze heeft de boel opgeruimd. Jongen. Dat zijn spinnen, hè? Ja, ik weet wel dat die mensen bang zijn voor spinnen. Want door de Thea, ze is er vanavond niet, want ze zei ook misschien kom ik. Ze kon niet komen vanavond. En ze zei ook daarom misschien kom ik. Nou, ze had een wit jasje aan. En we liepen in de gang bij mij in huis en in één keer zag ik daar ook zo'n opruimer. En hij ging naar beneden. Ik denk, ik zeg niks. En in één keer ging hij op dat witte jasje. Ik zeg, goh, wat mooi hoor, Thea. Een spin nou. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Ze begon dan te gillen. En ze zoekt die spin van zich af. Is het er nog? Is het er nog, die spin? Oh, alsjeblieft. Nou, ik heb hem niet meer gezien. Hij kroop over de grond, geloof ik. Maar het zijn mensen echt, die zijn bang voor spinnen. Ja, goed. Ik weet niet wat ze daarin zien voor griezels. Dat weet ik niet. Ja. En dan heb je niet alleen spinnen, maar dan heb je ook nog krokodillen. Die zijn ook opruimers. Krokodillen zijn opruimers, wist je dat? Kadavers in het water maak je schoon. God heeft niet voor niets dieren geschapen, omdat heel veel dieren zijn tot nut. Alleen is het wel veranderd dat ze wilde dieren zijn geworden, sommige dan. Of een heleboel ervan. Dat kwam door de zondeval. Ja, door de zondeval is alles veranderd. Maar daarom zijn blijven ze wel opruimers. Nou, ik ga natuurlijk niet een krokodil als ik die zie even mijn poot pakken en weggooien. Ik denk dat hij mij eerder te pakken heeft. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ja, er is een gezegde, opgeruimd staat netjes. Ja, zo is dat toch? En zo wil God ook in zijn koninkrijk opruimen. Hij houdt wel van opruimen, denk ik. God wil opruimen. En weet je, ik heb even in de Bijbel gelezen daar, op tafel, wat Erna daar heeft gedecoreerd.
toen las ik een tekst uit Jeremia 33. Even kijken. Tot en met, van 1 tot en met 4. Oh nee, van 1 tot en met 3. Jeremia 33, van 1 tot en met 3. Toen moest ik denken dat als mensen in de put zitten, dat ze de belofte van de Heer kunnen nemen. Moet je horen wat hier staat. Het is gewoon heerlijk als je dit hoort. Het is echt een belofte van de Heer. Belofte van herstel. Toen kwam het woord des Heeren ten tweede male tot Jeremia, terwijl hij nog in de gevangenhof opgesloten was. Ja, misschien ben je ook gevangen genomen, hè, in je kokon. Zo zegt de Heer, die dat doet, de Heere die dat formeert, om het in vervulling te doen gaan. Wiens naam Heer is, roep tot mij en ik zal u antwoorden en uw grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. En dan staat hier in Jeremia, ja, daar wil ik ook nog een stukje lezen, 32, vers 26, een klein stukje maar, om jullie op te bouwen in het geloof, om je te bemoedigen hoe de Heer over je denkt. Jeremia 32, vers 26. Oh ja, tot 27, sorry. Toen kwam het woord des Heeren tot Jeremia. Zie, ik de Heere ben de God van al wat leeft. Zal voor mij iets te wonderlijk zijn? Zie je? Daarom moeten wij kennis hebben van het woord, hè? Want dan, maar dan weet je ook wat God allemaal tot jou kan spreken. Want van dinsdag hadden we het over nog over gehad, hè, door Thea en Erna, geloof ik, dat je kennis moet hebben van het woord. Want zonder kennis gaat zijn volk te gronden, zegt de Bijbel. Is zo. En wij moeten niet steeds zien op wat de duivel zegt. Wij moeten kijken naar God, wat hij te zeggen heeft. Want dat is veel belangrijker, laat die duivel maar. He, want hij is een mensenmoordenaar en hij wil altijd rotzooi gooien. Dus wij moeten waken, ook in de gemeente, dat er geen vos komt die de wijngaard bederft. Jeetje, Jezus gaf zich volkomen en cijferde zichzelf weg. En ging naar de aarde eigenlijk alleen maar voor ons en de mens zoals wij en verliet het heerlijke leven bij God de Vader. Dat deed Jezus, hij cijferde zich helemaal weg. Want hij had het ook moeilijk. He? Zoals veel mensen. En weet je, als je je volkomen wegcijfert en geeft, krijg je 100-voudig terug van God. En hij beloont je daarvoor. En dan krijg je nog meer leven en overvloed. Ja, nog veel meer. Want wij willen toch leven en overvloed hebben. En de vijand die zegt dan weer, ja, kun je dat wel? Kun je wel uit die put? Kun je niet hoor. Want je zit al jaren toch zo. Nou, ik zal het maar niet doen hoor. Dan krijg je nog moeilijk. Ja, dat is een leugenaar. Kijk eens hoe moeilijk jij wel hebt. Je bent nog lang niet aan toe om de Heer volkomen te dienen. Je hebt nog veel te veel aan je hoofd. Je zit nog lekker niet in je vel. En zo gaat het dan, hè? Zo doet de duivel dan. En blijf maar lekker zitten waar je zit. En verroer je niet. Zeg het toch wel eens.
Blijf maar lekker zitten waar je zit en verloor je niet. Oh ja, dat deden we vroeger hè, op school, hè, als we verstoppertje gingen spelen. Dat zeiden we dan. Nou, en nu heb ik een verhaal over een jongetje in de jungle. Dat jongetje, het is eigenlijk een tekenfilm. Boom. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, dat kleine jongetje, dat is verdwaald in de oerwoud. En die kon niet meer terug naar huis, die kon de weg niet meer vinden. Dus hij bleef daar. Maar op een gegeven moment, ik maak maar een lang verhaal even kort, hè. Anders wordt het zo'n lang verhaal, dan ben ik tot 12 uur hier nog. Dan komt hij dan in die jungle en dan beleeft hij allerlei avonturen. En dan ontmoet hij de beer Malu. Malu de beer. En een tijger. En die ontfermen zich over hem, want ze zeiden tegen elkaar, ja, we moeten een bescherming geven aan dat jongetje, want hij weet de weg niet en er zijn zoveel gevaren hè, met andere dieren. Dus ze ontfermen zich over hem. Maar op een gegeven moment, dan moest ik denken aan Adam en Eva, hè, met die slang, ging hij in een boom slapen. He, niet op zo'n dun takje en dan valt hij naar beneden natuurlijk, maar een hele dikke boom. Daar ging hij heerlijk slapen, maar dat jongetje was heel erg moe. Dus, dan zag je hem slapen en in één keer komt die listige slang, die komt naar hem toe. Heel listig en heel voorzichtig, want hij kon altijd stilletjes zijn. Hij kon niet met de moer, want als de duif met de moer komt, dan merk je dat. Hij kon altijd stiekem. Dus, hij komt naar het jongetje toe en op een gegeven moment, ja, ik weet niet meer helemaal precies dat verhaal, want dat is heel lang geleden dat ik die film heb gezien. Dan wordt dat jongetje wakker en dan gaat die slang tegen hem praten en hypnotiseren. Want die jongen die draait allemaal voor zijn ogen en hij wordt duizelig. En dan zegt die slang... Als je weet dat je maar voor eeuwig kan slapen. Ik zal ervoor zorgen dat je voor eeuwig blijft slapen. Ja, want hij wil dat je stil bent, niks doet voor de Heer, in slaap valt, lui wordt. Dus toen dacht ik in één keer aan Adam en Eva, die listige slang, ja, in die boom, hè, in het paradijs, weet je wel? En nog alleen daardoor, wat vind ik dat nou jammer, is de hele aarde en alles veranderd. Door één moment dat Eva niet naar de Heer wil luisteren. Maar toen dacht ik bij mezelf, toen ik dat las, dat heb ik eerder gehoord van voorgangers, die dat ook zeiden. Waarom heeft ze op dat moment geen vergeving gevraagd aan de Heer? En ook Adam. Ik weet zeker dat hij haar vergeven heeft en had misschien een nieuwe kans gegeven. En dan was die aarde nu anders geweest. Jammer toch? Had ze dat nog maar gedaan? Dus dat verhaal van dat jongetje met die slang, dat moest ik erg aan denken aan het paradijs. Ja, want de duivel die zal er wel voor zorgen als je naar hem luistert. Dat je niks meer gaat doen hoor, dan word je zo passief. En dan zei hij, ja, maar die zuster of broeder is bij jou geweest, moet je niet naar luisteren hoor. Want die heb je opgebeurd, maar dat kun jij niet. Maar dat kun jij niet, die kracht heb jij niet. Zo praat hij dan, hè. Ja, dat is de wens van de vijand, dat je niet in beweging komt. En hij praat je alsmaar de put in. Nou, en van de week had ik ook een gesprek met een van ons. En ze zegt, ja, ik weet niet wat het is hoor, ik klap altijd dicht. Als ik ergens naartoe moet en ik word zenuwachtig, dan kan ik niet meer praten, dan klap ik dicht. Toen zei ik, in de naam van Jezus, je klapt nu open. Je gaat niet meer dichtklappen, dat moet je niet meer zeggen hoor. Je klapt open, want de Heer die praat door je heen en die beweegt je tong. En hij doet het door je heen. Moet je niet meer zeggen, ik klap altijd dicht. Want dan ben je van tevoren
maak je aan zorgen, terwijl dat helemaal niet zo is. Want ze heeft vaak, als ze dan voor staat, dat ze in één keer wel kan. Dus ik zeg, kijk daar maar naar. Dus als je durft uit te vliegen, zul je zien dat je dan Gods zegen ontvangt, meer en meer. En dan weet je wat je dan denkt, had ik het maar eerder gedaan. Wat ben ik het suffer. Al die jaren zo in dat hockey, nou, ik ben blij dat ik er nou uit ben. Ja, weet je, zo gaat het vaak. Want de Heilige Geest brengt je altijd in veiligheid. En dat doet de vijand niet. De Heilige Geest brengt jou tot het vaderhart. Dus de capaciteiten van God in jou, die Hij in jou heeft gelegd, wil Hij uit je halen en dat gebruiken. Zodat je tot zegen bent voor anderen. Ja, want je hebt soms heel veel in je, hè, wat je zelf soms helemaal niet weet. En dat gaat de Heer dat eruit halen als je open voor staat. Om voor Hem te willen werken. Dus ik zou zeggen, blijf niet in die warme nest. Word je alleen maar lui van. Vlieg de wijde wereld in. Net als die vlinder. Net als die vogels. Naar het vaderhart. Opdat je tot rijke zegen mag zijn. Weet je, toen ik hier kwam in de New Life Church, ik had altijd gedacht, ik mag lekker zingen. Zingen vind ik leuk, maar meer hoef ik ook niet te doen. Hè? Maar koffie, ja, dat vind ik ook nog leuk. Met mensen bidden ook, en praten en hun bemoedigen, dat vind ik allemaal leuk. Maar toen kwam broeder Hans, ik liet het niet merken, maar broeder Hans die kwam in één keer met een woord. Moest ik even slikken hoor. Maar liet ik natuurlijk niet merken. Toen zei hij, zou jij oudste willen worden? Oh, weet je? Toen dacht ik, oh heer, nee toch. Daar ben ik helemaal niet gewend. Wat is, wat moet dat dan? Hoe moet ik dat doen? En al die dingen meer. Toen zei hij, nou, denk er maar over na. En ik moest er ook voor bidden natuurlijk, hè, hoe dat zo is. Tuurlijk, je moet altijd bevestiging hebben van de Heer. Maar ik denk, dat is een hele andere kant op. Dat is heel wat anders dan zingen. Alleen, nou ja, moest ik een paar keer slikken hoor. Ja. Nou, en net dat ik thuis was, een paar dagen, daarna, 2-3 dagen zo, liet de Heer mij al zien in een gezicht. Oh, ik zeg, het is toch van u. Nou ja, dan moet ik dat hem zeggen. En Hans, dat het zo is. Nou, dat heb ik gezegd. Maar nu achteraf zeg ik, Heer, dank u wel. Want je leert er zoveel van en je gaat groeien. Als je doet wat de Heer van je vraagt. Ook als je denkt van, ik ben er niet geschikt voor. En je doet het toch. En de duivel wil dat natuurlijk niet hebben. Hè, dat je steeds verder komt. Die zal wel tegenstand tegenwerken. Maar nu achteraf denk ik van, ik ben blij dat ik gedaan heb, Heer, want ik heb heel veel geleerd. Ik heb ook uw stem beter leren verstaan. Dus waar, wat de Heer voor je hebt, ook al schrik je ervan, doe maar gewoon. Doe maar gewoon. Ook al denk je van, ja, maar ik zit niet goed in mijn vel. En ik kan nog niet eens goed spreken. Doe maar gewoon. Mozes kon ook niet spreken. En nam zijn broer Aaron mee. Uiteindelijk wilde hij dat niet, hè? Uiteindelijk heeft de Heer maar gezegd, ja, neem je broer maar mee. Zal die wel het woord doen voor je. Hè? Zo is het toch, het verhaal. Maar God ziet jou anders dan jij jezelf ziet. God ziet al lang van tevoren hoe je wordt. En dat is zo mooi, hè. Dat is met een vlinder ook zo, hè. Dan is hij zo lelijk in een poppetje. Dan denk je, kom daar een vlinder uit. En als hij dan eruit komt, oh, jongen, jongen, wat mooi, al die kleurtjes en dat die zo vliegen, hè. Oh, dat is prachtig hoor, echt waar. Dus met alles zo. En dus met alles zo, wat de Heer van je vraagt, dat zie je in het begin ook niet.
Nou, toen ik mijn man leerde kennen en ik zat in een kostelgroep, de Burning Candles, daar zat ik dan. Nou, voel ik me wel lekker warm in een nestje. Want er zijn zoveel naast me en ja, dan kan je wel getuigen, dat gaat dan goed. En op een gegeven moment ontmoet ik mijn man. Maar hij was ook al in de samenkomst bij zijn ouders. En hij ging ook allerlei dingen doen voor de heer, bandjes maken. Er was in die tijd nog geen cd's. Later deed hij ook cd's. Maakte hij bandjes voor de samenkomst en dan werd het verkocht. En toen gingen wij dus heel lang met elkaar. Want ik had 4,5 jaar verkeer met hem. Nou, en na anderhalf jaar zei hij, ja, op den duur, ja, we kunnen niet uit elkaar, hè. Ik daar naartoe en hij daar naartoe. Ik wil natuurlijk samen met hem opgroeien. Dus op een gegeven moment ging ik bij de Burning Camps weg na een paar jaar, ging met hem mee. En toen zeiden ze, Ilse, wil je met je gitaar nou in de samenkomst zingen? Nou, ik zat bijna door de grond. Oeh, nee, toch? Ik vond het zo doodeng. Ik denk, dat ben ik niet gewend. Heer, ik ben dat niet gewend. En in de groep was het fijn. Je had steun van elkaar. En dan had je van tevoren had je geleerd. Hè, jij zag naar dat lied dat. En jij zag naar dat lied dat. En dan was je gewend al die jaren. Lekker baby blijven. Maar de Heer wilde dat ik volwassen werd in Christus. Hij wilde dat ik zelfstandig werd. Dat geloof ik. Later achteraf. Want hij wist dat ik niet dorst. Meer niet. Dus toen moest ik voor het eerst daar staan met mijn gitaartje om. Ik denk, oh Heer, wat eng en zoveel mensen. Ik denk, oh. En dan kijk ik in één keer naar die zangeressen en zangers met die mooie orkest. Ik denk, oh. En ik met mijn gitaartje. Moet ik daar en dan zingen? Oh. En, dus ik ging naar mijn schoonvader en naar broeder Schenker. Of wilt u met me bidden? Ik vind het zo eng om daar te staan. Ik durf niet hoor. En dan met een gitaar ook nog, als ik nou een orkestband heb. Maar dat kwam later, hè, die orkestbanden. Nou, boom! Zeiden ze, ja, je moet niet zo bang zijn voor mensen hoor. Die genieten van je zingen. Nou, ging ze met je bidden. En dan stond ik daar. Oh, ik denk niet laten merken, gewoon doen. Vrolijk zijn, blij zijn. Hè? En groeten, maar bibberen, bibberen, bibberen. Weet je, dat stond ik daar nog. Maar na één keer, ik denk, oh, valt me toch wel mee. Hé, dat valt me mee, ondanks die zenuwen. De tweede keer ging het iets beter en op het laatst, oh, vond ik heel gewoon heel leuk. En ik kreeg woorden van de Heer en ging dat uitspreken. En bij de liederen kreeg ik woorden. Ik dacht, oh, prijs de Heer. O Heer, dank u wel, u weet wel wat u doet. Op het laatst ken je de Heer zo goed. Dat je denkt, ja, als hij vraagt, zeg maar niet meer nee. Want de Heer die werkt door je heen, je krijgt de kracht ervoor. Daarom, ik zal zeggen, vlieg uit. En weet je wat de Heer ook zegt? Vrees niet. Oh, hoeveel keer staat dat niet in de Bijbel? Vrees niet, want ik ben met u. In Genesis 26 vers 29. Vrees niet, want ik ben met u. Want de kennis van God, die maakt jou ook rijk. Als je de Bijbel goed kent, hè. Maar de Heer, dat is net of hij zegt, ja, nu weet je nog niet wat er gebeurt. Nou, ik je dat vraag om te doen. Maar straks ben je hartstikke blij als je er doorheen bent. Dat is waar. Als je er doorheen bent, door de Rode Zee, dan denk je van, hè, het is toch wel leuk om te doen, hè. Ja, dat is waar. En dan staat in Zefanja 3 vers 16, daar staat, vrees niet Sion, laat uw handen niet slap worden. Weer, vrees niet, vrees niet. En Zacharias 8 vers 13, daar staat ook, vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Dus de Heer die gaat je steeds bemoedigen hoor, als je niet ziet zitten. Als je denkt, oh, moet ik dat doen? Dan gaat de Heer je bemoedigen. Elke keer weer om je er doorheen te halen. Nou, we hebben toch een rijke God, of niet? Amen. He, een goede God, hè? Amen. Amen. En dat mag je ook aan anderen vertellen. Als mensen moeilijk hebben, moet je zeggen, nou, je weet niet half
wat voor God ik dien. Je weet niet half wat Jezus kan doen in je leven. Dat weet je niet. En als je dan met het woord van God komt, dan zal het niet ledig tot hem wederkeren. Want het woord dat zal als een zaadje in het hart blijven zitten. En dat gaat op het laatst ontkiemen. Want ik heb op mijn werk vroeger ook verteld van de Heer. Ik denk, nou, op dat moment denk ik, nou, dat dringt niet tot hun door en spinnen misschien niks aan. Maar maanden later, toen gingen ze naar me toe. Toen zei die vrouw, ja, ik was vroeger ook gelovig, maar ik deed er nooit wat aan. Maar door die getuigenis heeft de Heer aan haar hart gewerkt. Is die zaadje gaan ontkiemen, zijn woord. En toen zei ze, ik ben ook gaan bidden. En ik wil ook de Heer dienen. Zo gaat het dan, hè? Dus het woord van God mag je rustig brengen, ook als je denkt, oh, met een harde muur, dan gaat het niet door, het lijkt zo. Is niet waar. Want hij heeft gezegd dat het niet ledig tot hem zal wederkeren, dat woord. Dus dat zal daar gaan ontkiemen op een gegeven moment. Ja, het kan jaren duren, het kan ook heel snel zijn. Dus dat wou ik even zeggen aan jullie en dat meegeven. Dat we dan leren vliegen. Amen. Amen.